Welkom bij Café Weltschmerz aan tafel. Hele belangrijke gast, Mordechai Crispijn, bij iedereen bekend. Heeft in december 2021, een actie opgezet om de minister van Gezondheid, Volksgezondheid, De Jonge, om daar een aangifte tegen te doen. Omdat heel veel Nederlanders zich bedreigd voelden. Nou, dat was een hele goede actie. Daar is heel erg op geanticipeerd door heel veel mensen. Dat is viraal gegaan en er zijn ontwikkelingen. Het was 70.000 en inmiddels is dat ook doorgegroeid. Mordechai, hey, welkom bij Weltschmerz. Heel lang geleden. Ja. En we hebben echt veel bij kunnen praten weer, buiten de camera om. Maar vertel inderdaad even, wat zijn nu de ontwikkelingen? Ja, nou voor de kijkers, hè, dus dankjewel voor de gelegenheid om het toch nog een keer uit te leggen. Herhaling is de moeder van meesterschap, zeggen ze heel mooi. 10 januari hebben wij de aangifte ingediend. Die was mede ondersteund door 70.000 mensen. In een heel korte tijd? Een hele korte tijd. In de maand december hebben we die actie opgezet. Ja. Toen is er in één maand zijn er 70.000 handtekeningen gekomen van allemaal mensen die van mening zijn dat de minister zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. Aan bedreiging en ook groepsbelediging. Op het moment dat je een hele groep weg gaat zetten als wappie, dat zou je als minister niet moeten doen. En wij hebben steeds als groep ook wel gesteld, als een minister dat doet, wat moet dan de gemiddelde inwoner van Nederland dan nog gaan doen? Ja. Als de minister een lat helemaal omlaag brengt, ik denk dat hij alles kan zeggen. Bij ziekenhuisbedden staan van dit bed had niet bezet hoeven zijn, al dat soort uitspraken. Maar de voornaamste uitspraak die hij deed ging over de postcodes. En wij weten vrij nauwkeurig tot op postcodeniveau waar mensen wonen. Dat is een citaat, hè? Nu. Een citaat, dat heeft hij in de Eerste Kamer ooit gezegd. En dat hebben mensen als heel bedreigend ervaren. Ja. En dat is ook een beetje de druppel. Toen zijn we al die video's...